De film Drijfstand gaat over hardnekkige patronen binnen moeder-dochterrelaties. En het gaat over Suze, die woont op Texel. En die heeft een heel rustig en aangenaam leven met haar man en dochtertje. En dan komt haar moeder in haar leven met een vervelende mededeling. En dat zet eigenlijk haar hele leven en wereld op zijn kop. Ik was bij de dokter en nou blijk ik een tumor of zoiets in mijn hoofd te hebben. Maar het is vast allemaal niet zo erg als het lijkt. Het was een enorme uitdaging eigenlijk om deze rol te spelen, want ze ontwikkelt een dwangstoornis die ze eigenlijk vroeger al had, maar die nu weer terugkomt onder de druk die de relatie met haar moeder weer met zich meebrengt. En dat is natuurlijk als acteur echt iets om je helemaal in vast te bijten en ook iets wat ik nog nooit eerder had gedaan. En met een van mijn allergrootste acteerhelden, Elsie de Brouw, dus dat was ook heel erg leuk en ook spannend om van zo dichtbij met haar te repeteren en met haar te spelen. Er was tijd om op de dag zelf dingen helemaal te veranderen en ze helemaal aan te passen. Of als je het anders wilde, kon heel rustig nadenken op de set. Maar het was echt te gekke tijd. Kijk, het is geen autobiografische film. Het is wel een persoonlijke film in de zin dat natuurlijk thema's uit mijn eigen relatie met mijn moeder of mijn dochter die terugkeren en ik herken in bijvoorbeeld de relatie van mijn moeder met haar moeder weer. Dus dat doorgeven van die patronen, dat herken ik wel degelijk. En dat is ook de inspiratiebron voor de film geweest. Mijn relatie met mijn eigen moeder is wel echt heel anders dan de relatie van Suze en haar moeder. Maar het was heel interessant om tijdens het repeteren te hebben over de relatie met onze eigen moeder. En ook dat we merkten dat wij eigenlijk, Elsie en ik, allebei anders op het script reageerden. Omdat wij allebei andere relaties met onze eigen moeders hebben. Dus ik denk ook dat dat iets is waar het publiek waarschijnlijk veel over gaat napraten. De moeders kunnen claimen. De moeder die ik speel, die claimt heel erg. En mijn moeder deed dat ook wel, ja. Maar ik ben zelf ook moeder. Dus ik heb eigenlijk meer gedacht aan wat ik zelf moest voorkomen dan dat ik dat mijn eigen moeder kwalijk nam. Ik denk dat deze film eigenlijk leuk is voor heel veel mensen om te zien, omdat iedereen is een kind. Veel mensen zijn ook een ouder. Dus ik denk dat dat iets is waar je heel goed toe kan verhouden en waar heel veel gesprek over mogelijk is daarna. Ik was in de film was ik 7 jaar oud. Nu ben ik bijna 10. Dat is best een tijdje geleden. Ik weet dat niet veel kinderen dit meemaken. Dus ik heb heel veel geluk dat ik mee mocht doen. Ga het zien, er is er vast wel een bij jou in de buurt.